Thema 5, druk bij vloeistoffen. Vorige thema hebben we druk bestudeerd bij vaste stoffen en bij gassen. Nu gaan we eens kijken hoe zit het in vloeistoffen. Enerzijds moeten we een onderscheid maken tussen de druk die uitgeoefend wordt op een vloeistof en de druk die uitgeoefend wordt door de vloeistof. De druk die we meten in een vloeistof. Vandaar dat we spreken over druk op een vloeistof en druk in een vloeistof. In eerste instantie gaan we eens kijken naar de druk in de vloeistof, de druk die uitgeoefend wordt door een vloeistof zelf. En om die druk te meten kunnen we ofwel gebruik maken van een Bourdon-manometer, maar heel dikwijls gaan wij gebruik maken in het labo van een druksensor. En we hebben eerst een kwalitatief onderzoek gedaan, een keer onderzocht van ja, die druk, waarvan zou die eigenlijk gaan afhangen. Dus die druk die uitgeoefend wordt door een vloeistof noemen wij de hydrostatische druk. Hydro, water, statisch, stilstaand. Dat is eigenlijk de druk uitgeoefend door een stilstaande vloeistofkolom. En uit het kwalitatief onderzoek bleek dat, kijk, als wij twee rietjes nemen, een kort en een lang, en we gaan beide rietjes in het water steken en we blazen daarin, dat dat onderaan het korte rietje er gasbelletjes ontstaan en onderaan het lange rietje eigenlijk niet, tenzij we harder gaan blazen. Dus kunnen we eigenlijk besluiten dat er wellicht een verband bestaat tussen de hydrostatische druk en de diepte. Bovendien zijn we ook met twee rietjes die even lang zijn gaan blazen in twee verschillende vloeistoffen op dezelfde diepte. En dan kwamen we ook tot de vaststelling dat in het water we geen broebeltjes zagen en in het water we wel broebeltjes zagen, gasbelletjes zagen en in de grenadine niet. Met andere woorden, op eenzelfde diepte kan je toch verschillende drukken hebben. Dus die druk zal blijkbaar ook gaan afhangen van de aard van de vloeistof. En dan zijn we dat kwantitatief gaan bepalen. En zijn we tot de vaststelling gekomen van, kijk, als we zowel voor water als voor ethylalcohol die druk gaan meten, dat die druk toeneemt met stijgende diepte. We zien zelf dat als we de hoogte verdubbelen, dat de druk verdubbelt. Met andere woorden, er is een recht evenredig verband tussen de diepte of de hoogte van de vloeistofkolom en de druk. En als wij bovendien op eenzelfde diepte in twee verschillende vloeistoffen de druk gingen vergelijken, dan komen we tot de vaststelling, kijk eens hier. Hier hebben we op 10 centimeter een druk van 1,02 en hier van 1,29 kilopascal. Met andere woorden, die druk is niet alleen afhankelijk van de diepte, maar ook van de soort vloeistof. Goed, wij komen dan tot de formule dat de hydrostatische druk gelijk is aan de massadichtheid van de vloeistof maal de zwaartevelsterkte maal de hoogte van de vloeistofkolom. Dan zijn we gaan kijken naar de druk op een vloeistof en hebben we eigenlijk de wet van Pascal geformuleerd. En de wet van Pascal die leert ons van kijk, als wij op de vloeistof een druk gaan uitoefenen, dan gaat die druk zich ongewijzigd gaan voortplanten in de gehele vloeistof. En als toepassing daarop hebben we een hydraulische pers gezien. En superbelangrijk is dat je beseft wat het doel is van een hydraulische pers. Bij een hydraulische pers blijft de druk hetzelfde. Op de rechterzuiger, die een kleine oppervlakte A2 heeft, oefenen we een kleine kracht F2 uit. Ja, we hebben een kracht op een oppervlak, dus een druk. De wet van Pascal zegt dat die druk ongewijzigd wordt doorgegeven in de hele vloeistof. Dat wil zeggen dat op de tweede zuiger met een groter oppervlak A1 er een grotere kracht F1 zal ontstaan, want de druk blijft immers hetzelfde. Dus de idee is dat we een hydraulische pers dus eigenlijk kunnen gebruiken om een kleine kracht op een klein oppervlak te gaan omzetten naar een grote kracht op een groot oppervlak. Wij winnen dus aan kracht. Hier zie je een praktische uitvoering van een hydraulische pers. Want het is bijvoorbeeld moeilijk. Wat je wint aan kracht, verlies je aan verplaatsing. Dat wil zeggen dat ik die kleinere zuiger over een veel grotere afstand zou moeten naar beneden drukken dan dat die grote zuiger naar boven gaat. En om dat systeem op te vangen, heb je zo een systeem met kleppen. Telkens we deze zuiger A1 naar boven bewegen, is deze klep dicht en dan gaat deze klep open. Omgekeerd, dus duwen we die zuiger A1 naar beneden, dan gaat deze klep dicht en deze open. En op die manier kunnen we dus door constant op en neer te bewegen van die zuiger A1,
hier toch een grotere verplaatsing gaan krijgen. Hydraulische pers wordt ontzettend veel toegepast. Denk maar aan een hydraulische laadklep, een hydraulische lift voor auto's, aan hydraulische aan de remmen bij wagens, aan de hydraulische pers op het containerpark en hydraulische remmen bij fietsen. Dus hydraulische remmen kennen ontzettend veel toepassingen. Wanneer we spreken over de totale druk in een vloeistof, als wij een vloeistof hebben dan in een beker, dan zal boven die vloeistof bevindt zich meestal lucht. Met andere woorden, de druk in de vloeistof zal niet alleen afhangen van de hoogte van de vloeistofkolom, maar ook van de druk die we daarboven hebben. Dus bij een open vat spreken we over de totale druk en de totale druk zal gelijk zijn aan de som van de atmosferische druk, de druk op het oppervlak, plus de hydrostatische druk. Hoe groot is die luchtdruk? Torricelli heeft die luchtdruk bepaald. Hij nam een capillair, een lange smalle buis, ging die volledig met kwik vullen, draaide die dan om in een bak die gevuld was met kwik en hij kwam tot de vaststelling dat het kwik er voor een deeltje uitliep, maar ongeveer altijd op dezelfde hoogte bleef staan, namelijk 76 centimeter. Dat wil zeggen dat de druk die uitgeoefend wordt door 76 centimeter kwik even groot is als de druk die uitgeoefend wordt door de atmosfeer. Vullen we die gegevens in de formule in, dan komen we dat de hydrostatische druk van het kwik gelijk is aan de atmosferische druk. Massadichtheid van kwik is 13.950 maal 9,81 maal de hoogte, uiteraard uitgedrukt in meter. Dan komen we aan een druk van 1013 hectopascal. En dat getalletje herkennen we al, want in de vorige presentatie, in het vorige hoofdstuk, hadden we reeds aangegeven dat dit de waarde was van de atmosferische druk. Maar nu weten we ook hoe Torricelli dat bepaald heeft. Toepassing verbonden vaten. Wanneer je vaten hebt die met elkaar verbonden zijn en gevuld zijn met dezelfde vloeistof, dan zal die vloeistof in al die vaten even hoog staan. Wat ook de vorm of de diameter van dat vat is.